Samenzwering tegen Paulus. Toen de dag aanbrak, verzamelde zich een groep Joden die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voor ze Paulus hadden gedood. Meer dan 40 mannen namen aan deze samenzwering deel. Ze gingen naar de hoge priester en de oudsten en zeiden: "We hebben een heilige eed gezworen om niets meer te eten voor we Paulus hebben gedood. Dient u daarom nu onder het voorwendsel dat u de beschuldiging die tegen hem zijn ingebracht nader wilt onderzoeken, namens het hele Sanhedrin een verzoek in bij de tribuun om hem naar u toe te laten brengen. Dan staan wij klaar om hem nog voor zijn aankomst te doden." De zoon van Paulus' zuster hoorde echter van dit plan. Hij ging naar de kazerne en nadat hij daar was binnengelaten, stelde hij Paulus van de samenzwering op de hoogte. Paulus liet een van de centurio's bij zich komen en zei: "Breng deze jonge man naar de tribuun, want hij heeft hem iets mee te delen." De centurio ging met hem naar de tribuun en zei: "De gevangene Paulus heeft me bij zich laten komen en me verzocht deze jonge man naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft." De tribuun nam hem mee naar een plek waar niemand hen kon horen en vroeg: "Wat heb je me te melden?" De jonge man antwoordde: "De Joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar hun raad te laten brengen, onder het voorwendsel dat ze zijn zaak nader willen onderzoeken. Maar u moet hen niet geloven. Meer dan 40 van hen willen hem in een hinderlaag lokken. Ze hebben een eed gezworen dat ze pas weer zullen eten en drinken als ze hem vermoord hebben. Ze staan al klaar en wachten alleen nog tot u hun verzoek hebt ingewilligd." De tribuun liet de jongeman vertrekken, maar beval hem: "Vertel aan niemand dat je me hiervan op de hoogte hebt gesteld." Daarna liet hij 2 centurio's komen en zei: "Zorg dat er vanavond 3 uur na zonsondergang 200 soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, samen met 70 ruiters en 200 lichtbewapende mannen. Zorg ook voor een stel rijdieren om Paulus veilig naar procurator Felix te brengen." Ook schreef hij een brief met de volgende inhoud: "Claudius Lysias aan zijn excellentie procurator Felix gegroet. Toen deze man werd opgepakt door de Joden en ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik hem met behulp van mijn soldaten ontzet, daar ik vernam dat hij een Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad en stelde toen vast dat de beschuldigingen betrekking hadden op geschilpunten in zaken hun wet. Er werd hem niets ten laste gelegd wat met de dood of gevangenschap wordt bestraft. Ik werd er vervolgens van op de hoogte gesteld dat er een aanslag tegen hem werd beraamd, waarna ik hem onmiddellijk naar u heb gezonden. Ook heb ik degenen die hem beschuldigen gelast dat ze hun grieven jegens hem aan u moeten voorleggen." De soldaten namen Paulus mee zoals hun opgedragen was en brachten hem 's nachts naar Antipatris. De volgende ochtend lieten ze de ruiters met hen verder reizen en keerden ze zelf terug naar de kazerne. Na aankomst in Caesarea overhandigden Paulus' begeleiders de brief aan de procurator en droegen Paulus over aan zijn gezag. Nadat Felix de brief had gelezen, vroeg hij uit welke provincie Paulus afkomstig was. En toen hij had gehoord dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij: "Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers aangekomen zijn." Hij gaf bevel hem gevangen te houden in het praetorium van Herodes.